Dit is het Omroep Tilburg nieuws van vrijdag 9 juni met vandaag. Rechter haalt streep door voorgenomen sluiting clubhuis Satudara. Ronde van de Bastard, nieuw leven ingeblazen. Naar aanleiding van de vondst van 2 messen en 20 zakjes cocaïne wil de burgemeester het honk van Satudara voor 6 weken sluiten. De uitbater van het complex is het hier niet mee eens en heeft een kort geding aangespannen. In 2013 is er ook al eens een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in het complex. Mede hierdoor is Noordanus van mening dat de uitbater de controle is kwijtgeraakt. De uitspraak van het kort geding was eerder vandaag in Breda. Na uitspraak van de rechter hoeft het honk niet dicht. De woordvoerder van Peter Noordanus laat aan Omroep Tilburg weten dat de burgemeester de uitspraak betreurt. Of er verdere stappen worden ondernomen is afhankelijk van de inhoudelijke uitspraak van de rechtbank in Breda. 22 jaar geleden werd hij voor het laatst georganiseerd. De Ronde van den Bastard. In 2017 wordt er nieuw leven geblazen in de geliefde wielerkoers. De koers wordt geopend door commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant, Wim van den Donk. Wethouder Mario Jacobs zal om 12 uur het startschot geven van de tweede ronde. Door middel van een crowdfundactie hoopt de organisatie het budget rond te krijgen. Crowdfundactie is iets speciaals. Tilburg heeft een fonds, Tilburg voor Cultuur. En in dat fonds daar kun je als organisatie, als stichting, maar ook als particulier kunstenaar, kun je daar een verzoek neerleggen om een actie te starten om te crowdfunden. En dat crowdfunden moet je dan zo zien dat het publiek wordt gevraagd om bij te dragen aan het evenement. En om het makkelijk te zeggen, voor iedere euro die het publiek betaalt, legt het fonds, in dit geval dus de gemeente Tilburg, 1 euro bij. We hebben nog een week te gaan. 18 juni op Vaderdag houdt ook de crowdfundactie op. We hebben nog veel hulp nodig. We zitten op dit moment op 40%. We moeten minimaal 80% halen. We hebben wel heel veel toezeggingen. Die mensen moeten allemaal nog wel natuurlijk hun belofte waarmaken. Moeten even achter de pc kruipen om het geld te doneren. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat gaat lukken. Het totale kostenplaatje van de wielerkoers is hoger uitgevallen dan verwacht. Sponsoren hebben een groot aandeel gespeeld in het mogelijk maken van de vernieuwde ronde van den Bastard. Wij zijn aanvankelijk gestart met een budget van 10.000 euro. Ik denk dat je daar sec een ronde voor kunt organiseren. Hè. Dus als je alleen maar zegt van joh, ik heb een start en een finish en ik heb wat dranghekken en wat verkeersborden. Maar ons budget is denk ik het vijfvoudige geworden uiteindelijk. En heeft ook te maken met het feit dat we ook voor de sponsoren een VIP-tent, een VIP-dek hebben gemaakt. En in die 40.000-50.000 euro zit ook de kosten van het boek in. Organisator Hans van Berkel heeft goede herinneringen aan de koers. Naar verwachting zullen 1000 tot 2000 mensen een kijkje komen nemen. Het wordt een hele mooie dag. Leuk is van dat er vanuit die inschrijvingen, dat zijn dus de, zeg maar, echt de mensen uit de buurt, hè, echt uit de straten, die ook gewoon in de parcours liggen. Die schrijven in en de echte ervaren renners, die bij wijze van spreken iedere zondag aan een wedstrijd meedoen, die beslissen het de dag zelf. En tot slot het weer. Komend weekend loopt de temperatuur weer op met 28 graden als maximum temperatuur op zondag. Het blijft licht bewolkt en de kans op neerslag is op de laatste dag van het weekeinde iets hoger. Dit was het Omroep Tilburg nieuws van 9 juni 2017. Voor meer nieuws kijk je op onze website www.omroeptilburg.nl.